Volgens minister Christine Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOSAVO, is er nooit sprake geweest van een staking bij Huis Asiana. De minister reageerde donderdag in het parlement op vragen van ABOP-parlementariërs Marinus B., die meer duidelijkheid wilde hierover. Polak zegt dat 23 medewerkers vorige week het werk hebben neergelegd. Het ging om verhoging van hun toelagen. De bond heeft volgens haar echter te kennen gegeven dat ze de staking niet ondersteunt. Het gaat om Asiana, voorzitter. En ik zie de minister van Sociale Zaken hier. Al geruime tijd volgen we de mediaberichten en we zien dat er een spanningsveld daar is. En we zouden graag willen weten of duidelijkheid met betrekking tot wat er allemaal daar gaande is. We zien mensen staken. Zonder de bond en nu krijgen die mensen verweerbrieven en zo. Dus graag duidelijkheid. Dat er plotseling een wilde staking daar is uitgebroken, hebben de mensen duidelijk kunnen merken. Omdat het prettig is om in de samenleving bekend te maken wat overigens allang achterhaald is. Huize Asiana staakt, niets is minder waar. 23 mensen... 23 leden van het personeel hebben vorige week, maandag, dinsdag en woensdag, hebben die 23 mensen het werk neergelegd. De bond bij Asiana heeft te kennen gegeven dat ze de staking niet ondersteunt, omdat zowel de mensen die daar werken als de bond op de hoogte is van de onderhandelingen die gaan starten, met het georganiseerd overleg. Polak zegt verder dat het ministerie niet de instantie is die bepaalt over toelages. Dit wordt volgens haar door het georganiseerd overleg van het ministerie van Binnenlandse Zaken bepaald. De minister kondigde aan dat er volgende week een vergadering komt met het georganiseerd overleg. Daar zal gesproken worden over de toelages van het personeel. Bij Binnenlandse Zaken is er een georganiseerd overleg. En zij bepalen dan, als het redelijk is, dat toelages worden bijgesteld of niet. We hebben toen in opdracht van het georganiseerd overleg een onderzoek laten doen bij Asiana. Daaruit zijn er 3 voorstellen gekomen voor de vervoerstoelagen. En op 13 februari vindt het overleg plaats tussen het ministerie van Sociale Zaken, de deskundigen van Asiana, een vertegenwoordiger van de bond bij Asiana en het georganiseerd overleg. Tot zover minister Christine Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Ze maakte donderdag in het parlement duidelijk dat er nimmer sprake is geweest van een staking bij Huize Asiana.